Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag 20 november. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik wil alleen nog even een lipglossje op doen. Want ik heb nu een van die lipsetjes op die ik laatst had gereviewd in de video. Waar ik een video over had gemaakt van Action. Ik vind het toch wel leuk om even die lipgloss erbij te doen. Maar dat doe ik zo even. Want ik wil nog even wat drinken. En lipgloss plakt. Ja, voor de rest ben ik verder klaar. Ik red het alleen nu niet om stof te zuigen. Maar op zich is dat voor een dagje ook niet erg. Dan doe ik het gewoon morgen weer, weet je. Moet er zelf ook gewoon niet te zwaar aan tillen. Van wil het elke dag. Kijk, als het mogelijk is, doe ik het elke dag. Kan het een keer niet, moet het ook oké kunnen zijn. Gisteravond lekker televisie gekeken. Paleis voor de Prikkie en Home Alone. Ja, met zo'n programma is het eigenlijk elke week wel een beetje... Ja, het concept blijft hetzelfde. Het is alleen elke week natuurlijk anders. Daarna Rex en... Nee, daarna had ik eerst Klee gekeken en Rex. Dus dat was ook wel gezellig. Mickey zit me hier aan te snuffelen van waar een praatje. Ik ga zo nog even wat drinken en... Ja, ik ben voor de rest wel helemaal klaar. Ik wil alleen even het touwtje opzoeken van mijn telefoon, zodat ik die even op mijn nek kan doen. Want dat vind ik op zich wel prettig, want hij ligt nu continu onder in mijn tas. En ja, dat vind ik niet zo heel handig. Maar goed, dan ligt hij onder in de laars. Ga ik even kijken of dat lukt. En dan kan ik hem gewoon in mijn jaszak laten glijden. Want als ik hem nu onder in mijn jaszak, of in mijn jaszak stop, bij mijn nieuwe jas. Die jas, die zakken, die kunnen niet dicht. Alleen als ik hem, zeg maar, niet aan het bondkantje draag. Dan kan die wel dicht. Maar dan moet ik even kijken of dat ja, een beetje gaat, zeg maar. Dus dat is eigenlijk even wat ik moet proberen. Voor de rest, nee, eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik heb wel een lijstje voor de IKEA, maar er was nu een hele vernieuwde website. Dus daar moest ik even aan wennen, want de app die ik eerst deed, die was er niet meer. Dus ik heb nu een nieuwe app. Maar, ja, kijk, hij ziet er op zich wel redelijk hetzelfde uit. Alleen, ja... Je moet even wennen en ook, ja, je hebt op zich wel het boodschappenlijstje zo bewaard. Ik moet zorgen dat ik mijn pasje bij heb. Dus ik ga even verder met dingetjes doen. En misschien dat ik onderweg nog even wat film als ik bij IKEA aankom of zo. Maar ik beloof niks, want ik ben nu natuurlijk met iemand die sowieso niet op de vlog wil. Dus is het wat lastiger. Dus mocht ik wat filmen, zal het met mijn telefoon worden. Ik ga in ieder geval even verder klaarmaken en dan ga ik straks die kant op. Dus ik zie jullie sowieso later weer terug. Zo, ik ben weer thuis. Het is, even kijken hoor. Het is nu 6:30 en ik ben weer lekker thuis. Ik heb het echt onwijs koud, maar het was wel heel gezellig. Goed geslaagd bij IKEA. Er komt even een shoplog van online. Maar als deze vlog online komt, staat hij al online. Dus die ga ik morgen even opnemen. Ik kan je weer even de boodschapjes laten zien wat ik heb gehaald. Moet ik het wel even anders doen. Ik heb nu niet zozeer een statief erbij te pakken, denk ik. Ja, op zich kan dat wel. Katje net eten gegeven. Even lekker lampjes aan.
Het is hier warmer als buiten. Ik had buiten zo koud. Ik stond echt... Nou, ik heb nu zo last van mijn rug van de kou. Ik zat echt gewoon te bibberen van de kou. Dus het is wel echt goed afgekoeld nu. Ik heb toch het statief gepakt. Oh. Ik zal even het dingetje erop draaien. Ik had best wel veel boodschappen gedaan. Maar ik ben nu weer bij meerdere winkels geweest. Ik had ook even cola gehaald. Die ga ik even niet laten zien. Dat lijkt me een beetje onlogisch. Ik zal even die boodschappen pakken. Dan ga ik nou ook even lekker. Ik hoop dat voor jullie een beetje goed zichtbaar is, want het licht is natuurlijk niet zo lekker meer, want het is zo donker. Ik zal even de boodschappentas aan de kant en ook gelijk even spullen een beetje opruimen. Nou, dat komt. Ik heb ook nog een doosje met wat boodschappen. Allereerst heb ik even rookspullen gehaald. Heeft verder geen uitleg nodig. Kattenvoer. Champignons. Die moeten we meteen even vriezen. Dat heb ik vanmiddag allemaal gehaald. Even kijken hoor. Grote zak. Wat? Tijgertje. Ik moet even tijger verliezen. Nee, dit is van Muis. Muis? Ga ze weer van elkaar bakje eten. Slavinkjes. Ik heb Red Bull. Het was een euro. I love Red Bull. Ik heb chocomel. Ik heb weer eventjes bakken en braden gehaald. Chutje. Snijbonen. Ik heb kurkensoep. 3 pakjes, maar die zijn al een beetje gedeukt. Die zaten onderin de tas. Dus dat. Ik moet nu trouwens niet aan eten denken, want ik zit er gewoon wijs vol. Bami nasi vlees. Rosti rondjes. En ik heb bonen. Zal ik gelijk even dat doosje pakken. Ik heb dan nog water en cola. Ik heb even 2 keer zaagsel gehaald. Ik was nu even bij de boni ook. Dan heb ik shawarma gehaald. 4 pakjes, want het was in de aanbieding. Dus ik dacht, dan heb ik voorraad. 2 dozen frikandellen die daar in de aanbieding. Afwasmiddel. En even maandverband. En dat was eigenlijk alles wat ik heb gekocht. Ik ga dit even opruimen. Ga ik daarna eventjes wat spullen ook opruimen. En dan ga ik lekker douchen en op de bank. En dan zie ik jullie... morgen weer. Ik moet hier even een zakje mee doen. Deze is kapot. Want ik ga nu verder niks meer doen dan alleen relaxen. En ik ga zo aan de vlog werken. Want die is nog niet af. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 21 november. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo meteen mijn woonkamer doen. En daarna wil ik een video opnemen. Ik wil even een video opnemen over de IKEA aankoopjes. Ik ga het morgen niet redden. Want morgen komen ze voor mijn meterstanden. Nou, daar vind ik helemaal niks aan. Maar ik krijg dus nieuwe medestanden. En ik dacht dus echt letterlijk dat het nog een weekje zou duren. Ik heb die afspraak wel zelf gemaakt. Alleen dat was eind oktober. Dus ik dacht, oh weet je, dat duurt nog zo lang. Maar ja, toen kreeg ik dus van de week een sms'je. Denkt u eraan dat ze vrijdag uw meterstanden komen vervangen? Ik dacht, oh shit, het is wel vrijdag. Maar goed, dan heb ik dus even minder vrijheid qua vloggen en een video opnemen. Want dan voel ik me gewoon totaal niet prettig als ik dan een video zit op te nemen. En ze zijn in die meterkast bezig. Dus dat ga ik zo meteen doen na het schoonmaken. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken en de sleutel. Ik moet zeggen, ik vond de sleutel erg heftig. Ja, toch wel dat er nu toch wel wat meer problemen ontstaan bij sommige mensen. En ik denk van, nou, dit is wel heftig hoe je dit moet gaan oplossen. Maar goed, het zal uiteindelijk wel goed komen. Dat weet ik niet.
volgende week wordt hij nog spannender. Spannender, ja, wordt hij nog heftiger als ik het voorstukje zag. Dus dat, Glee gekeken, Rex gekeken, ja, een beetje de standaard dingen. De vlog verder afgemaakt, heb ik tussendoor gedaan. Dus die stond ook gelukkig alweer op tijd online. En ik zie daar water liggen. Oh nee, dus denk ik overgiefsel. Dus ik ga zometeen gewoon eerst even lekker aan de gang. En dus eerder ben ik klaar, dan kan ik ook even de video opnemen. Omdat het nu natuurlijk al wat sneller donker wordt, wil ik het allemaal wel een beetje bij tijd doen. Ik ga jullie er gewoon bij zetten. Ik ga even mijn muziekje aanzetten. Ik ga even mijn water pakken en dan ga ik aan de gang. Zo, die IKEA shoplog staat er ook op. Dus dat is eigenlijk heel erg vlot gegaan. Het is nu pas 3:55. Dus ik ga nog even wat doen. Ik wil sowieso eventjes alvast een bak in elkaar zetten. En ik denk ook, misschien moet ik de prullenbak, maar ik moet zo eerst even wat boodschappen naar boven brengen. Dus dat heeft ook wel even prioriteit, want dat is wel even handig om dat weer boven neer te zetten. Zodat dat ook alweer uit mijn keuken is. Dus ja, ik denk wel dat ik misschien zo even mijn kaars moet leggen, want ik heb niet heel veel filmminuten meer. Maar ik ga in ieder geval nog even wat doen en dan ga ik jullie gewoon proberen bij te zetten. Ik ga gelijk een nieuw lopertje gebruiken, want die katten die hadden op die andere gespuugd. Dus die ga ik gelijk in gebruik nemen. Dan ga ik die andere boven neerleggen. En ja, zo komt het allemaal weer een beetje rond. Dus ik ga nog even verder wat doen. Huisje is verder trouwens al schoon. Dat ging eigenlijk ook lekker vlot, omdat ik nu niet de grote schoonmaak had. Maar het is allemaal weer lekker fris. Dus ik ben weer een heel gelukkig mens. Zo, de katjes zitten lekker te eten. Ik ben klaar. Ik heb alleen net even, zoals je hebt kunnen zien, de vuilnisbak in elkaar gezet. Het ziet er nu dus zo uit. Dit is hem. En als ik er dan zo op druk, is hij open. Dus dat is wel ideaal. Even een lampje aan, want ik vind het donker. Wow, wat een licht verschil. Ik ben het zat. Ik ga zo nog even lekker chillen. Voor de rest eigenlijk niet zoveel. Ik heb het kaartje geleegd. Vanavond kijk ik de handhavers en meester Frank Visser. En aflevering Glee en uiteraard weer Rex. Dus niet echt heel bijzonder verder. Ik ga van de week even verder met de andere spulletjes van IKEA. Want ik heb nu echt tijd meer voor. Ik heb nog even wat dingen uitgeknipt voor in mijn Must Bullet Journal. Het nieuwe lopertje ligt er wel op al. Want die andere die hadden ze dus ondergespoeld. Dus er ligt er nu weer even schoon op. Ja, voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Ik ga jullie dan morgen gewoon zien. Dan zie ik wel een beetje op tegen morgen. Omdat, ja, ik hou er gewoon niet zo van vreemde mensen in huis. En ik zal blij zijn als het achter de rug is. Maar ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker relaxed. Ik vind het mooi geweest. Ik ben druk geweest, dus... Ik vind dat het kan. Die doosjes staan natuurlijk bij elkaar. Ik weet niet of jullie dat heel goed hebben kunnen zien. Omdat het natuurlijk alweer donker was. Maar ik heb het geprobeerd in ieder geval te filmen. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 22 november. Ik ben mezelf nog aan het klaarmaken. Ik zit even in de woonkamer. Even een hartje. Daar gaan we. Ik ben aan het wachten tot ze komen om mee te standen. Dus ik dacht, ga ik mijn make-up maar even hier doen. Want ja, ze kunnen zo meteen al komen. En dan ben ik in ieder geval, zit ik gewoon hier omdat mijn bel het niet doet. Even een mesje hebben. Dus ja, ik dacht, dan doe ik het maar even zo. Zometeen, als ze er zometeen al wel aankomen, ja, dan kan ik ook niet echt lekker vloggen. Want dan ga je niet zitten praten tegen die camera als die mensen er zijn. Dus ik hoop echt dat ze zometeen komen.
Gisteravond heb ik de handhavers gekeken. Dat was wel heel erg interessant. Het was ook wel een beetje goor, want diegene die zat gewoon buiten te poepen. Dat was wel heel vreemd, want die man die had geen huis. Hij was dakloos. Maar hij had wel een hele nieuwe dure telefoon vast. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Zo. En daarna had ik meester Frank Visser gekeken. En ja, daarna eigenlijk even Hart van Nederland. Dat kijk ik meestal. Dat vind ik altijd wel even interessant. Ik kijk niet heel veel nieuws. Maar wat ik dan kijk, ja, dan kan ik dan kijk ik gewoon altijd even dat, zeg maar. Dus dat was het ook eigenlijk wel. Voor de rest niet heel veel bijzonders. Glee en natuurlijk weer Rex. Dat vond ik wel een hele mooie aflevering, moet ik zeggen. Het ging over iemand die was, zeg maar, uit een... Ik ga iets zo neerzetten. Uit een... hoe heet het? Die was ontslagen. Die had in een inrichting gezeten. Want die had als kind iemand vermoord. En toen was hij sinds 10 dagen weer vrij. En nu had hij toch zijn eigen ouders gewoon omgebracht. Omdat, nou ja, die vader was ook niet heel erg aardig, hoor. Die zei ook steeds van wat en niets net en zo. Dus die lokte het ook wel een beetje uit. Maar ja, om dan met een schep, hè, die man de hersenen in te slaan. Dat was natuurlijk een beetje overdreven. En die moeder die vluchtte naar binnen. Want die wilde natuurlijk de politie bellen. Maar toen, en ze had wel de deur op slot gedaan. Maar er zat een glas, zeg maar, in dat, in die deur. Dus toen sloeg hij met die schep gewoon het glas in. En toen vermoordde hij zijn moeder ook. Alleen toen ging hij naar een soort loods. En bij die, er waren zeg maar een groepje kinderen. Twee meisjes en een jongen. En dat ene, die ene jongen en het meisje die waren verliefd. Die waren met het zusje op stap van dat meisje. En toen hadden ze zich verstopt voor dat meisje, zodat ze haar niet konden terugvinden. Dat zij hun niet kon terugvinden. Ja, toen zat zij dus net in die loods waar die zoon die moeder neergooide om te gaan verbranden. Ja, toen werd dat meisje dus meegenomen. Dus die was een soort van ontvoerd. Dus ze probeerden echt een paar keer te ontsnappen, maar het was niet gelukt. Ik vond hem echt heel erg spannend. Ik hoopte echt dat het goed zou komen. Nou, dat gebeurde ook wel. En die man die probeerde uiteindelijk zichzelf te verdrinken in een meertje. Maar Rex die zag een stok. Dus die trok ergens aan. Toen kwam die man weer boven. Dus dat was niet gelukt. Maar dat vond ik wel een hele mooie aflevering. En ja, Klee is ook nog steeds leuk. Alleen ik begin me wel steeds meer te ergeren aan een aantal personages. En dat vind ik altijd wel irritant. Als je dat hebt, dan kijk je toch minder prettig of zo. Maar goed, het is allemaal wel weer er. Het is allemaal wel weer leuk. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. En mocht er straks iets zijn wat jullie bij kan zetten. Ik hoop dat ze straks een beetje op tijd komen voor die meetstanden. Dat ik misschien nog wat kan bullet journalen of iets. Kijk, ik kan mijn spullen gewoon naar beneden halen. En als we met die meetstanden bezig zijn, kan ik dat gewoon doen. Maar dan moet ik even gaan kijken hoe of wat. Ik ga nu in ieder geval even verder met mezelf klaarmaken. Zo, make-up zit erop. Ik ga nu gewoon even stofzuigen. Want ja, zitten wachten heeft ook niet heel veel zin. Het is tussen 3:30 en 4:30. Het is nu 3:05. Dus ja, het is gewoon even afwachten. Dus ik ga nu gewoon even de stofzuiger er doorheen trekken. En dan zien we wel hoe laat ze komen. Thank you.
Zo, ik heb een nieuw kastje. Dit kastje dat geeft nu zelfstandige medestanden door. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik zal hem even laten zien hoe die er nu uitziet. Ik vroeg ook, ik heb er twee. Ja, hij snapte eigenlijk niet waarom er twee zaten. Maar dit is dus het nieuwe kastje nu. En het wordt dus automatisch uitgelezen. Dus nou, dikke prima. Ik heb eventjes mijn kapstok in elkaar gezet, hebben jullie kunnen zien. Die ziet er dus zo uit. Die ga ik morgen ophangen. Die ga ik zo even naar de slaapkamer doen. Ik had hier wat spullen klaargelegd om te gaan pimpen, maar daar ben ik niet aan toegekomen. Maar er was wel een vraag of ik wilde laten zien wat ik nou had gedaan in mijn bullet journal. Dit is dus mijn mus. En ik schrijf hier dus vooral de leuke dingen in. Nou, weet ik niet of dit heel lekker zichtbaar is voor jullie. Ik heb hier bijvoorbeeld allemaal dingen van juni. En dan heb ik hier de spulletjes van juni. En ik ben vooral heel erg bezig met plakken ook uit folders. Nog eentje van juni. Dan heb ik hier een quote. En dan heb ik hier jullie. En hier deze was ik dus van de week aan het maken, dit ijsje. En dan heb ik hier wat dingen van juli. En ik had er geloof ik... Nee, juni had ik er maar één. Dan heb ik hier alweer augustus. Dus ik moet hier, wil ik dan weer zeg maar een quoteje en augustus. Ja, en... Dit is van het knutselen, maar dit is dus ook nog niet af. Dat wil ik verder nog gaan afmaken. En dit is van de... Aaltjesdag, maar daar moet ik dus nog mee verder. Maar dat had ik dus gemaakt. Maar ik had dus wel het spullen klaargelegd. Maar ik ga dit zo even naar boven brengen. Ik kan het wel even doen ondertussen. De katjes zijn toch aan het eten. Want ik ga er nu toch niet meer aan mee aan de gang. Dat komt van de week wel weer. Even dit allemaal pakken. Want ik dacht, ja, ik was begonnen met die kapstok. Dan maak ik hem liever even af. En dan kan ik even kijken dat ik hem morgen op kan hangen, hopelijk. Dus we lopen even naar het donkere hol. Hij vond Mickey wel erg leuk, die man. Ja, Mickey komt natuurlijk kijken. Lampje. Yay, hij ligt in de tent. Dus leg ik even deze dingetjes terug. Ik dacht, weet je, dan ga ik ook alvast dat... Oh, dit vlogt helemaal niet lekker, want jullie zien me niet. Ik was dus van plan, weet je, dan ga ik ook alvast eventjes dat dingetje, dat plankje maken. Maar ja, goed, daar kwam ik dus niet aan toe, omdat die man kwam. Ik ben blij dat ik alsnog wat heb kunnen doen. Zo, deze. Deze. En deze. Zo, weer hier. Dan gaan we naar beneden. Maar wel lekker dat dat nu klaar is. Even kijken of er de katjes zijn. Ja, we krijgen weer de... Auw! Oh, ik bleef in mijn haar hangen. Hierboven aan iets. En ik voel de lokjes gewoon losgetrokken worden. Hé! Hey. Nou, ze zijn al klaar. Zo. Ik ga nu verder ook eigenlijk niet zo heel veel meer doen. Ik ga nog even lekker zitten. Straks douchen. Ik ga bami maken. Dus ik moet nog even wat groenten snijden. Vanavond. Ja, hebben we eigenlijk GTS en daarna niks. Dus ik ga wat dingen terugkijken. Ik ga smeren eens even kijken. En ik wil sowieso eventjes een programma van gisteravond kijken. Want ja, Flikker Rotterdam is afgelopen. Dus we hebben niet zo heel veel meer. Maar ik wil wel ook eventjes, ik moet mijn video nog afmaken, in elkaar zetten. Zien jullie mijn glimmende neusje trouwens? Ik heb er highlights op gedaan. En ik moet nog een artikel schrijven, dus wat dat betreft is mijn avond wel weer vol. En gewoon weekly RX, dus dat wordt eigenlijk mijn avond. Dus verder niet speciaal. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want het wordt al bijna donker en dan heeft het niet heel veel zin om nog wat te gaan ondernemen. Kapstok gaat even naar de slaapkamer. Die gaan we morgen proberen op te hangen. Dus ik zou dan zeggen bij deze tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 23 november. Ik ben klaargemaakt.
Oh, ik ben even een beetje buiten adem. Ik had even al mijn make-up even opgedaan. Want mijn kaptafel zag er weer niet uit. Die lag weer vol met producten. Dus die heb ik allemaal weer even netjes teruggelegd. Ook de gereviewde producten. Die ik fijn vond en niet fijn vond, zitten alweer in de bakken. Dus dat was dat. Gisteravond heb ik mijn nagellak verwijderd. En ik had een glitterlakje op. En dat heb ik op een hele handige manier gedaan. Ik heb namelijk gebruik gemaakt van deze clips die ik bij AliExpress had gekocht, die je dus openklapt en op je nagel zet. En ik had dus gewoon een wattenschijfje had ik in stukjes geknipt en die heb ik ondergedompeld in de nagellak remover. Die heb ik op mijn nagel gelegd, daar heb ik een stukje aluminiumfolie overheen gedaan. En om dat goed te laten zitten heb ik dus zo'n clip erop gezet. Het is wel een beetje een gepruts, want als je je linkerhand vol hebt met clips, dan is het op je rechterhand wat moeilijker. Maar het was uiteindelijk gelukt, want dat heb ik geloof ik een klein half uurtje laten inweken. En alle glitters kon ik daarna zo wegvegen wat nog over was. Want die lak die trekt natuurlijk gewoon in het wattenschijfje. Het ging er echt heel makkelijk af. Dus dat vond ik echt een heel goed idee van mezelf. Dus dat ga ik echt vaker doen. Gisteravond heb ik een programma gekeken, dat is met Jamai. Daar gaan ze mensen pranken, zeg maar. Dat je mensen op een bepaalde manier iets wil duidelijk maken. Ik moet even mijn clipje goed doen. Dat was eigenlijk donderdagavond op tv, maar omdat ik donderdagavond altijd al andere programma's kijk, had ik het opgenomen. Dus dat heb ik toen even gekeken. Het was wel grappig. Ik vind het altijd wel hilarisch hoe ze dingen doen. Dit ging bijvoorbeeld over een meisje die zat de hele dag op haar telefoon. Ze liep de hele dag met oortjes in. De hele dag. Toen ging ze dus met haar moeder en een vriendin van haar moeder ging ze naar een soort van eetgelegenheidje. Het was geen restaurant. Het was meer een lunchroom of zo. En zij zat dus met die oortjes in op die telefoon. En die vriendin en haar moeder die zaten te praten. Ze zaten allemaal in het complot. En er was ook nog een vriendin van haar die zou komen. Maar die kwam dus niet. Want die zat ook in het complot. En toen zei ze op een gegeven moment, zeiden die medewerkers tegen elkaar, ja, maar zij hoort helemaal niet bij die mensen. En toen gingen ze haar tafel doorzagen, zodat zij er niet meer bij hoort, omdat zij dus continu op haar telefoon zat. Dus ik vond het wel, ik vind dat ze wel goede dingen bedenken. Ik vind het wel hilarisch. Daarna heb ik Smeer eens gekeken. En daarna heb ik Klee gekeken en natuurlijk Rex. En Rex ging catwalk lopen. Dit was zo ultiem schattig. Het was een moord op een model. En toen kwamen ze zeg maar daardoor op die soort van set. Ik weet niet precies hoe dat heet. Waar die shows werden gehouden. En die modellen die waren al een beetje zo aan het lopen. Zo van hè, een beetje catwalk oefenen. En toen moest het baasje van Rex, die moest met iemand gaan praten. Dus ja, kom Rex. Nee, hij wou daar blijven zitten. Oh, wil je hier blijven? Mag die hier blijven? Ja. Nou, weer. Bof. Ik moet geen honden imiteren, ik weet het. Toen ging hij uiteindelijk ook catwalk lopen. En hij deed het ook nog eens super goed. Die hond die kan zoveel, echt onmogelijk. En later mocht hij op een boot. En je zag hem echt zo lief liggen. Hij genoot van die wind. Oh, geweldig. Echt schattig. Goed, ik ga nu hier even de stofzuiger erheen trekken. Dan ga ik even mijn kwasten wassen. En daarna wil ik even mijn kapstok gaan ophangen. Want die ligt nu een beetje in de weg. Want die ligt natuurlijk al in elkaar. Maar die ligt nu dus hier in de keuken. Want ik had geen plek. Dus ik denk, die gaan we ze gewoon lekker ophangen. En even kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En als er daarna nog tijd over is, wil ik nog even wat in mijn bullet journal doen. Want dat vind ik ook altijd wel lekker op zaterdag. Maar goed, eerst even stofzuigen. En mijn andere dingetjes doen. En dan gaan we kijken of er nog tijd over is om te bullet journalen. Thank you.
het resultaat even van de kapstok. Ik heb hier niet heel veel erbij kunnen zetten omdat het kaartje vol was. Zo ziet het eruit. Hij hangt wat hoger, want het kon echt niet anders. Want ik zat met die trap. Dus ik heb het nu zo staan. Hier staan twee bakken. Ik heb mijn hand als er nu naast gezet. Maar het is eigenlijk niet heel praktisch, zie ik nu. Ik denk dat hij er zo even afhaalt. Dit is even nu het resultaat. Nou, zoals ik dus al vertelde, kon ik helaas niet heel veel vloggen vanwege het volle kaartje. Ik heb het geprobeerd, maar het stond ook allemaal niet heel erg mee. Want toen had ik hem hangen. En toen zag ik ineens chips. Mijn trap kan niet meer naar beneden. En dat is natuurlijk wel een pre, want die heb ik gewoon vaak nodig. Zo moest ik hem weer verplaatsen. Dat betekent dat ik nu een aantal gaten in de muur heb. En ik had wel van dat vulmiddel voor mijn muur. Alleen het probleem was een beetje dat dat heel erg vloeibaar was geworden. Dus dat was niet echt meer te gebruiken. Dus dat moet ik eventjes nieuw overhalen als ik bij de Action kom. Want dan kan ik die gaten even dichten. Misschien hang ik er nog wel iets van een schilderijtje voor. Ik moet even kijken. Want ik denk dat ik het gewoon ga dichten. Ik ben wel heel blij ermee. Het hangt nu wel zoals ik het wil. Ik liet alleen wel mijn sjaal in het bakje van de katten water vallen. Dus die zit nu in de wasmachine. Die moet sowieso even een wasbeurtje hebben. En dan kan die mooi gewoon lekker in zo'n dichtbare bak. Ik denk op zich dat dat beter is. Want omdat die andere bak natuurlijk niet helemaal kon afsluiten. Die ga ik nu gewoon lekker in de slaapkamer zetten. Zet ik daar de spulletjes in die ik nog wil reviewen. Dan kan mijn kleed er bovenop. En dan staat het allemaal ook wat netter. Want dat is nu ook gewoon één bende. Dat kan nog mooi achter de deur. Komt die denk ik ook wel mooi tot z'n recht. Dus dat. Ik ga zo meteen even lekker douchen. Want ik voel me heel stoffig. Ik krijg al mijn arm van mijn telefoon vasthouden. Even aan de popsocket. En de kat heeft geprobeerd mijn handtas ernaast. Maar dan schuift hij toch die bak weg. Dus hij zou eventueel wel aan de kapstok kunnen hangen. Maar ja, weet ik nog niet. Dat blijft toch altijd een dingetje. En op zich vind ik het ook niet heel erg om hem op de slaapkamer te hebben staan. Ik vind het op zich ook wel prettig om hem bij me te hebben. Omdat toch je belangrijke spullen erin zitten. Dus op zich is het niet heel erg. En ja, soms ik kan ook altijd nog een keer een andere, wat kleinere bak ervoor halen. Alleen ja, ik zat nu gewoon een beetje ermee dat hij moest gewoon veel hoger dan ik eigenlijk gepland had. Dat was even niet anders. Nou ja, zoals ik zei, vanavond ga ik nagels lakken. Ik kijk pas nummer 1 show. Ik denk Weekend Millionaires en sowieso nog eventjes lekker smeren. En Rex natuurlijk, hè, en Glee. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Verder niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 24 november. Ik zit lekker op de bank. En het is een beetje zonnig. Dus ik heb weer een beetje moeite om een beetje een goede hoek te kiezen om te vloggen. Vandaag heb ik lekker een chill dag. Ik moet straks wel even foto's maken. Ik wil even de stofzuiger doorheen trekken. Maar dat is het eigenlijk ook wel. Ik heb even die bak een plek gegeven. De kattenbak. En die staat nu gewoon in de slaapkamer. Omdat het niet zo kon zoals ik had gewild. Dus ik heb die nu. Ik ga het niet zien. Ik ga het morgen eventjes aan jullie laten zien. Want dit kunnen jullie niet zien. Dus dat zal ik morgen even doen. Omdat ik nu alles topdicht hou. Gisteravond heb ik nagels gelakt. Dus dat was wel fijn. Ik heb de show van Paul de Leeuw gekeken. En Weekend Millionaires. Ik heb een aflevering Smeris gekeken. Vond ik ook wel leuk. En daarna heb ik Glee gekeken en Rex. Maar dat was wel jammer. Want bij Rex ben ik nu ook alweer door de seizoenen heen van het tweede baasje. Want in totaal heeft Rex, geloof ik, als je alleen naar de Duitse versie kijkt, 3 baasjes gekend. Nou ja, het eerste baasje ging natuurlijk dood. Dat was heel heftig. Het tweede baasje, daar zit een beetje een gek verhaal achter. Dus ik weet ook niet hoe ze dat gaan oplossen. Dat heb ik ook nog niet gezien. Vanavond kijk ik het gewoon weer vanaf RTL Crime. Dat weet ik donderdag pas. Alleen wat ik zelf weet is dat de acteur die die rol vertolkte er niet meer uitkwam met de producenten over hoe de serie liep. Daar was hij het niet helemaal mee eens. Is hij ermee gestopt en hij werd sowieso in het begin niet heel erg geaccepteerd, zeg maar. Als het nieuwe baasje door de televisiekijkers. En toen had hij in het begin al zoiets van ik stopte heel snel mee. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar nu is hij er toch naar mee gestopt. Toen op een gegeven moment. En dat geldt ook voor een collega van hem. En hij speelt de rol van Buck.
Ja, ik vind het een beetje moeilijk om in namen te praten, omdat ik niet weet of mensen dit überhaupt kennen. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Alleen, het is heel gek, want ik weet dat bijvoorbeeld de acteur die Buck vertolkte, die stopte met de serie, die is gelijktijdig met het tweede baasje gestopt met Brander. Omdat hij bang was voor het Zwiebertje-effect. Zwiebertjes-effect. En dat had natuurlijk een hele andere naam. Maar in Nederland noemen wij het Zwiebertjes-effect. Voor mensen die niet weten wat het Zwiebertjes-effect is, is dat je dan bang bent als acteur zijnde dat je alleen nog maar aan één bepaalde rol herinnerd wordt. Of dat je alleen maar voor dat soort rollen gevraagd wordt. Voor mij, een aantal acteurs die het Zwiebertjes-effect hebben in Nederland, dat is toch wel Raymond Thierry. Hij speelde Luther in Penosa. Hoewel hij heel veel andere rollen heeft gespeeld. Als ik die man zie, denk ik aan Luther. En hij had eigenlijk in de cover had hij net zo'n gelijke rol, zeg maar. Had hij ook een beetje, dat was ook een beetje in de drug scene. En dat was ook een beetje de runner-up. Nee, de runner-up. Nou ja. Een beetje in Penosa was het wel meer de rechterhand van. En dat was eigenlijk in Undercover ook wel een beetje. Maar in Undercover ging hij dan dood. Dus oké, voor mensen die het nog niet gezien hebben, sorry voor de spoiler. Dus hij is wel een beetje het Zwiebertje effect. En ik denk Erik de Vogel ook wel. Want hij zal altijd, als ik hem zie, denk ik, oh ja, Ludo Sanders van GTSD. Maar daar was hij dus, die acteur van Drex was daar heel erg bang voor. Vandaar dat hij is gestopt. En nu gaan we dus verder met twee hele nieuwe acteurs. Dat is ook voor het eerst dat er een vrouw meespeelt als bij de recherche. Dat is nog niet eerder voorgekomen bij Rex. Ze hebben wel een paar keer een collega gehad. Maar dat was vooral in de seizoenen dat Moser nog meespeelde, zeg maar. Die hem dan hielp. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje... Ja, dat vond ik heel erg jammer, want dat was heel erg gek. Want ik zat er bij die aflevering nog aan te denken van, oh, hoe gaat ze dat toch oplossen als hij ermee stopt? Maar omdat ik op YouTube kijk, die verdere seizoenen, dan loopt hij ineens gelijk door naar de volgende aflevering. Toen zag ik al een heel ander intro. Toen dacht ik, oké, dit was de laatste met meneer Brandner en Buck. Dus dat was een beetje jammer, maar goed, dat zoals ik al zei, ga ik donderdag zien. Ik ga zo even hier stofzuigen en dan ga ik daarna foto's maken. Ik ga verder vandaag niet echt iets doen waar ik jullie bij kan zetten. Maar ja, dat zijn jullie wel gewend, hè. Het is zondag. Oh, ik heb het toch wel weer frisjes, maar ik wil echt de verwarming nog niet aandoen. Want ja, het is nog vroeg. Dus ja, ik wil er even mee wachten. Maar voor de rest heb ik wel lekker... Een relaxed dagje. Ik moet eigenlijk die was even afhalen. Ik moet morgen ook weer een nieuwe was draaien. En jullie vroegen laatst al van, hoe kom je toch aan zoveel was? Maar ja, ik weet het zelf niet. Ik ben iemand die gewoon elke dag schone bovenkleding sowieso aantrekt. Heel af en toe is het nog wel eens zo dat ik een shirtje heb waar ik totaal niet in gezweet heb, dat ik hem nog eens aan kan. Maar dat gebeurt heel weinig. Dus ja, dan heb je al snel veel was. En natuurlijk gewoon je ondergoed en je sokken. Ja, dat loopt gewoon op. Ben goed, hè? Dat zijn toch wel de grote dingen. Ik had alleen een klein probleempje, want ik ben dus gisteren door de muur heen gegaan met boel. En daar baal ik als een malle van. Want wat is nu het resultaat? Dat ik hier een gat heb. Ja. Ik heb er echt... Nou, ik voelde me er zo rot door. Ik dacht echt, gadverdamme, waarom heb ik dit? Zou ik juist heel goed uitkijken als met boeren. Maar ja, het is toch even op een of andere manier niet heel goed gegaan. Nu heb ik wel wat gevonden op de site van de Action. En dan moet ik even een keer kijken voordat ik een keer weer bij de Action kom. Ik zal het even opzoeken. Want ik heb het al even op de verlanglijst gezet. En dan is natuurlijk de vraag, gaan ze het hebben? Even kijken hoor. Oh, ik zie ook al heel veel dingen die ik op het lijstje had gezet die er dus al niet meer zijn. Oké. Dat zijn pose frames. Dat ziet er zo uit en ik dacht, oh, dat vind ik wel leuk. Dat kan ik gewoon aan een spijkertje ophangen en dan kan ik hem over het gaatje heen doen. Dus dan zie je het niet zo. Goed, ik ga even stofzuigen en dan ga ik even straks mijn foto's maken en dan ja, even mijn dingetjes doen. Zo, ik heb mijn klusjes gedaan. Ik heb stof gezogen, de foto's zijn gemaakt. Ik heb alleen hier nog wat spullen staan, maar dat is eigenlijk elke week. Ik vond net zo'n lieve foto, kijk. Dit was Rex toen hij nog een baby was.
Oh, cute. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is, want het is ook een foto die ik heb gemaakt van internet. Want die wilde ik even in de groepsapp doorsturen. Maar ik vond het zo schattig. Echt te lief. Ik ga nu verder niks meer doen. Even lekker chillen. Straks heerlijk warm douchen. Daar heb ik wel echt zin in. Ik kreeg net weer van die vieze meuk van die van dat kattensap eten, zeg maar. Ik heb nu gewoon een legging aan, een warme. Gewoon zo'n zwarte met ritjes. Die heb ik ook in een echte broek, maar ook in een legging. Dat vind ik gewoon, als ik thuis ben, heerlijk. Ja, vanavond uiteraard Rex. Ik ga Alberto Stegeman kijken. Er komt ook nog een programma voor. Ik weet alleen niet of ik dat heel leuk vind. Want Alberto Stegeman gaat nu weer naar 9:30. Dus dat is op zich wel oké. Okay. Dus ik moet even kijken hoe ik dat verder ga indelen. Misschien, ik denk sowieso ook nog een aflevering Smeres. En ik ga even Keizersvrouwen opnemen, want dat is ook wel heel interessant. Dat is ook iets wat je door wilt kijken. Dus dat is het ook eigenlijk wel. Feest, heel veel gedaan. Even lekker, toen ik klaar was met de foto's, heb ik even achter mijn laptop gekropen. Even lekker wat YouTube gekeken. Lekker onder het leedje, was wel fijn. Maar ik ga jullie morgen gewoon weer zien. Oh ja, wat ik jullie trouwens nog wel wilde vertellen. Ik wilde natuurlijk donderdag, zei ik heel leuk, ik ga bami maken. Toen kwam ik boven, had ik helemaal geen bami mix. En ik dacht dus dat ik nog had staan, had ik dus niet. Toen heb ik uiteindelijk nasi gemaakt. Smaakte open hoor, maar ik had meer zin in bami. Maar dat was ik eigenlijk nog helemaal vergeten te zeggen. Dat, ja, was een beetje een... daar moest ik even mee omschakelen, daar baalde ik een beetje van. Maar ja, goed, het is niet anders. Ik ga nu lekker chillen en ik ga jullie dan morgen weer zien. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 25 november. Ik ben klaargemaakt. Ik zit lekker op de bank in mijn warme trui. Want ik heb het weer koud natuurlijk. Maar zoals ik elke keer al zeg. We gaan nu nog niet stoken. Dat doen we later. Heb ik vandaag een planning. Ik wil eventjes de tekst maken op dat plankje zeg maar. Zoals ik die van de week even op kan hangen voor de parfum. Ik wil even mijn ondergoed laten opruimen. Ik wil even een was aanzetten. En... ik denk nog even dat in mijn bullet journal. En gewoon zo meteen even de stofzuiger erdoorheen. Maar dat is verder niet boeiend. Vind ik dat mijn haar er niet meer uitziet. Dat wil ik ook binnenkort weer even gaan verven. Ik heb nog verf staan. Ik heb expres nu ook even een tijdje gewacht. Omdat ik natuurlijk... ik heb het de laatste keer gedaan voor mijn verjaardag. Dat was in september. Maar omdat ik natuurlijk daarna gelijk... hier dat kleine ingreep had. Toen dacht ik, nou, ik ga het voorlopig ook even niet verven. Want ik weet niet of dat heel goed is, die chemische troep. Maar aangezien het er nu gewoon heel netjes uitziet, het is goed genezen. Denk ik dat het wel weer kan. We zijn inmiddels 2 maanden verder. Dus het moet wel weer kunnen. En als ik het ga verven, dan is dat toch pas net begin december. Volgende week woensdag lukt dat niet. Nou, ik ga even kijken. Ik moet gewoon even kijken. Ik moet het eigenlijk op een woensdag doen dat ik niet de grote schoonmaak heb. En dat heb ik volgende week woensdag. Alleen, nou, misschien lukt het ook wel. Ik ga gewoon even zien. Dat zien we dan wel. Gisteravond heb ik Smeres gekeken. Eigenlijk eventjes 2 afleveringen. Je had ook op SBS6 iets... eerst iets met een brandweer, dat heb ik niet gekeken. Daarna kwam Alberto Stegeman om 9:30. Ik vond het heel heftig. Het ging over een pedofiel. En ik vond het heel heftig, ook gewoon hoe die man sprak. Ik kreeg er gewoon braakneigingen van. Hij had afgesproken met een 14-jarig meisje. Nou, ik denk dat de persoon in kwestie niet 14 jaar was, want ze hadden een andere vrouw gebruikt. Die als 14-jarige... door kon, geloof ik. Ik weet, ze hebben niet gezegd hoe oud die vrouw precies was, maar die hoorde zeg maar bij het programma van Alberto. Want ze hadden natuurlijk niet dat meisje die daadwerkelijk die, waar die man mee wilde afspreken gebruikt. Maar, gadver, nee. Ik vond het zo smerig, ik vond het zo vies. Bah. Dat vond ik wel heel heftig. Daarna heb ik even Hart van Nederland gekeken en toen Glee. Wat heb ik daarna gedaan? Ja, Keizersvrouwen. Dat was ook wel weer heel spannend. Maar het is allemaal wel list en bedrog. Dat is één ding wat zeker is. En daarna Rex. Dus dat is wel grappig. Want mijn moeder die kon gisteren ook nog Rex kijken. Die heeft KPN. Dat was nu zender van de maand. RTL Crime. Die heeft het normaal niet in het zenderpakket. Maar dat heb ik volgens mij al een keer verteld.
En die zat ook even te kijken. En die zei toen van, oh, hij wordt gebeten door een slang. En ja, dat is natuurlijk super zielig. Dus dat was dat. Ik heb ook weer een beetje last van mijn traanogen. Omdat ik toch nog een beetje verkouden ben. Ik merk het vooral dat ik, zoals nu met mijn make-up doen, weet je wel, dan krijg ik een natte neus. En vaak voordat ik naar bed toe ga, dan merk ik het heel erg. Dus ik ga eventjes de stofzuiger erheen doen. Even een wasje aanzetten. En ik ga jullie gewoon bijsturen waar het kan. En ja, op zich wel lekker redelijk. Voor mij is het redelijk chill, zeg maar. Toch lekker bezig, maar gewoon niet al te zware dingen. Nou was er nog iets wat ik wilde zeggen en dan ben ik het eventjes vergeten. Oh, hoe irritant is dat? Nee, ik weet echt niet meer. Ik ga even mijn dingetjes doen in ieder geval. Ik ben klaar. Ik heb net alles opgeruimd. Ik film even met mijn telefoon, want mijn camera is leeg. Ik ben even lekker bezig geweest. Alleen dan wil je iets tekenen en dat lukt niet helemaal. En ja, voor jullie is het waarschijnlijk nu helemaal niet zo duidelijk. Maar ik zal gewoon even vaak een overview geven met waar ik mee bezig ben. Want dan wordt het voor jullie ook duidelijk. Ik heb even het verhaal van mijn verjaardag geschreven. Dus ik had even een wunderlistlijst aangemaakt, zeg maar. Met wat ik allemaal nog in mijn mus wilde hebben. Omdat ik daar best wel in achterloop. Maar dat kan ik nu mooi de komende tijd even bijwerken. Het ondergoed ligt weer netjes. Ben ik blij mee. Mijn was is nu net klaar. Dus die kan ik straks ophangen. Mijn plankje is klaar natuurlijk. Ik heb nu wel hoofdletterstickers gebruikt. Want de kleine stickers had ik bijna niet meer. Dus ik dacht nou dan hoofdletters. Dat zullen jullie dan van de week even zien hoe dat eruit ziet. Als dat allemaal hangt, maar dat komt donderdag pas. Dus dat is niet deze aankoop. Dat is pas weer volgende week in de vlog. Dus goed. Vanavond kijk ik dat programma op 4. Met dat die mensen willen proefwonen. Ik kijk Nienke Plas, Glee, Rex. En misschien nog een stukje van Smeris. Maar dat moet ik even kijken. En ik moet vanavond een artikel schrijven. En ik moet even een persbericht inplannen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn planning. Straks even lekker douchen en koken. En dan ga ik jullie morgen gewoon weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 26 november. Ik ben klaargemaakt. Ik ben een beetje donker. Want het is ook weer een beetje donker buiten. Dus het licht is niet helemaal top. Ik ga jullie eerst even wat laten zien. Want dat was ik gisteren vergeten. Dat had ik zondag gezegd. Ik had natuurlijk die bak in de slaapkamer geplaatst. Kijk, en die staat nu gewoon hier. Die bak. En daar heb ik dus nu een kleed in liggen. En wat broeken die ik dus gewoon draag.
die ik niet elke dag in de was hoef te doen. En make-up en zo die ik heb gereviewd. Dus ja, die staat hier gewoon. Dat staat ook wel leuk. Het maakt niet uit, weet je. Het heeft dan niet helemaal het doel gekregen wat ik in mijn ogen had. Maar het geeft niet. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik had het programma op RTL 4 gekeken met die huizen. Ik zal wel even opzoeken hoe dat heet. Want het praten even iets makkelijker. Want ik vergeet het gewoon elke keer weer. Kom op, het duurt te lang. Voor hetzelfde geld. Heet dat. Dan gaan dus mensen, dit keer waren het mensen uit Amsterdam. Ik moet zeggen, deze mensen hadden ook echt best wel een fors budget. Ik heb nu een aantal afleveringen gezien. En dit was tot nu toe het hoogste budget wat ik ooit bij mensen had gezien. Nou ja, die mevrouw die was ook al met pensioen. Dus ik denk dat ze dan toch al wel in de 60 waren. Je weet natuurlijk niet hoe oud iemand precies is als ze met pensioen kunnen. Want sommige mensen kunnen eerder met pensioen gaan. Over het algemeen is het volgens mij 65 of 67. Ik weet niet waar de leeftijd nu ligt. Die man die werkte nog wel 2 dagen. Maar die mensen die kwamen uit Amsterdam. Dat waren echt ras-echte Amsterdammers. En die wilden heel graag de rust opzoeken. Want voor hun voelde Amsterdam niet meer als Amsterdam. Gewoon super druk. Maar er werd ook bijna geen Nederlands meer gesproken. Dus hun wilden echt weer een beetje terug naar de rust. Ze kregen keuze uit 3 huizen. Nou, het eerste huis. Ik vond het niet echt een huis, want het was eigenlijk een kerk. Dat hebben ze omgebouwd tot een huis. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Echt. Een kerk is een kerk. En daar moet je geen huis van maken. In mijn beleving dan, hè. Ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht echt, oh, wat erg dit. Nee, want ik bedoel, ze hadden wel, er zat wel, de keuken die was op zich wel oké. Alleen dan hadden ze, zeg maar, die keuken, dat was vroeger de opslagplaats geweest voor de kleding van de priester. En dan hadden ze, zeg maar, waar de kookplaat opgemaakt was, dat was allemaal nog heel ouderwets. Die laadjes konden bijna niet open, daar kon je helemaal niks mee. En ik van, ja, als je dan een huis van maakt, maak het dan ook een beetje modern. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond alle 3 de huizen verschrikkelijk. Laat ik dat even voorop stellen. Ze hadden wel allemaal een prachtige badkamer, want er zat een bad in. Nou, als ik iets geweldig vind, dan is het een bad in je badkamer. Zou ik ook super graag hebben, een bad. Maar goed, dat terzijde. Die huizen waren gewoon alle 3 niet mijn smaak. En dan denk ik ook wel dat je dat merkt. Omdat die mensen dus al een stuk ouder waren dan ik ben. Ik vond het allemaal heel ouderwets. Ik vond het verschrikkelijk. Nou ja, goed. Die mensen gingen toch proefwonen uiteindelijk in Friesland. En een anderhalve dag waren ze er klaar mee. Want het was te stil. Ze missen het ook wel heel erg dan die drukte. Dus ze zijn uiteindelijk gewoon weer. Ze hebben ook geen bod uitgebracht. Ze zijn de 1,5 dag weer terug naar Amsterdam gegaan. Ja, en het programma had hun dus eigenlijk gewoon geleerd dat echt de rust ook niks is. En uiteindelijk hebben ze wel nog een woning gekocht. Uiteindelijk kwam nog een zelf opgenomen video in beeld. Dat ze wel een woning hebben gekocht onder de rook van Amsterdam. Dus niet. Ja, hun vonden het toch wel belangrijk om toch binnen no time toch weer terug in Amsterdam te kunnen zijn. En nou, dat was dus uiteindelijk gelukt. Alleen niet één van de huizen die het programma had uitgezocht. Daarna heb ik Nienke Plas gekeken. En Klee. En Rex natuurlijk. En dat was zondag was dat super grappig. Want ze hebben altijd een beetje strijd om de worstenbroodjes. Want Rex die houdt van worstenbroodjes. En hij had zijn eigen worstenbroodje al op. Alleen die collega zit hem altijd een beetje te pesten. Van, ja, hier Rex, wil je het broodje? En dan maakt hij er bijvoorbeeld een touwtje aan vast. Zodat hij dan dat touwtje kan terugtrekken. Zodat Rex dat broodje niet krijgt. Nou, uiteindelijk krijgt Rex dat broodje altijd. Maar dit keer had hij van die speelgoedbroodjes in zijn la liggen. En daar zat gewoon een piepje in. Dus hij gooide zo'n broodje naar Rex. Nou, je zag ook heel erg dat het gewoon absoluut niet leek op het broodje als hij ze normaal eten. Dus Rex die zei, hap, ja, piep, zei het broodje. Je zag die collega, die zag je al zo lachen, want ik heb je. Nou, hij had hem helemaal niet, want wat doet Rex? Die man die was gaan telefoneren, dus Rex die loopt gewoon naar het bureau toe. Die pakt dat broodje, dat echte worstenbroodje, legt dat speelgoedbroodje terug op zijn plaats. En die gaat lekker dat broodje zitten opeten. Dus die man is klaar met telefoneren. Hij zegt, en hij wil een hap nemen van het broodje. Ja, het broodje zei weer piep. Dus toen was het geloof ik 11-6 voor Rex. Dus die andere collega houdt de score bij. Dus dat was wel heel grappig. Nou goed, dat was even de televisie. Over op
de orde van de dag. De kattenbak, het konijnenhok, de gang. Die moet echt even een hele goede beurt. Want ik heb overal nog van dat zaag of van dat boorspul liggen. Dus dat moet even heel goed weggewerkt worden. Alleen ik heb losse plintjes. Dat kan ik wel even laten zien. Kijk, deze zit bijvoorbeeld heel erg. Deze zit los. Kijk, die ligt hier gewoon los. Die plakrand die laat los. Deze zit los. En deze laat ook alweer los. Jullie zien het helemaal niet. Ik loop het wel te filmen, maar jullie zien het helemaal niet. Dus dan moet ik eigenlijk, die moet ik eigenlijk even vastplakken. Maar ik moet eerst even goed zuigen en dweilen. En de douche. Dus goed, ik ga nu gewoon gauw beginnen. Des te eerder ben ik klaar. Ik ga eventjes de camera een beetje een ander lichtpunt geven. Want dit is drama. Zodat jullie even wat beter zicht krijgen. Ik zal hem met edit ook even wat lichter maken. Zodat jullie het hopelijk niet te veel merken. En dan ga ik mijn dingen doen. Ik ben klaar. Ik ben helemaal uitgeput, maar alles is klaar. Ik heb net nog even de bakjes van het eten en drinken van de dieren afgewassen. Ze hebben ook net gegeten, de katten. Ze hebben allemaal weer schone bakken, schone kooien. De douche is weer schoon, de gang weer. Dus ik vind het weer heel prima, maar ik ben wel uitgeput. Vanavond moet ik foto's bewerken. Ik ga Pleis voor een Prikkie kijken en Home Alone. Ja, en gewoon Klee en Rex. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik heb nu onwijs last van mijn rug. Dus ik ga nu nog even chillen. Ik ga verder nu toch niks meer doen. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal? Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's? Kun je natuurlijk gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. En als je dan het belletje aan zet, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan hoop ik je gewoon eigenlijk bij je volgende video weer te zien. Dus ik zou zeggen, tot de volgende video. Doeg!